Begin dit jaar gingen wij naar het land van de piramides en farao's. Een land waar de mensen niet op de fiets, maar op de kameel naar het werk gaan. Miljoenen toeristen reizen jaarlijks af naar dit land om te snorkelen in de wereldberoemde Rode Zee. Maar wij waren wat anders van plan. Oh, vissen, 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 vissen is wat ik zoek. My name is Karim, I'll be your guide for today. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Welkom in Egypte! Goedemorgen. Ah, tweede dagje vissen op mijn kanaal. Zo benieuwd. Gisteren waren de Dr. Fortuna niet helemaal aan. We zagen ze gewoon zwemmen, hele dikke. Ze pakten niks. Twee keer een aanbeving gehad en dat was het. We gaan nu eerder vertrekken. Het is zometeen 5:30. En ik ben zo benieuwd, jongens. We zijn nu nog een stukje lopen naar de haven. Ja, dan kunnen we los. Goedemorgen mensen, je hoort waarschijnlijk niet heel veel, maar we zijn vertrokken. Kijk deze super mooie zonsondergang, zonsopkomst. Ik heb zo veel zin, ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat we het ook goed gaan haken deze keer, maar we gaan het zien. Nou jongens, gaan we weer. Oh. Ik ben zo benieuwd of we een vis nu kunnen vangen. Nog steeds veel vis? Ja. Big fish hoor. Ja? Vis? Ja? Ja? Ja?
Yes! Nee! Los! Oh, I lost it. Oh, fuck! Ja, redelijk dicht bij de bodem. Ali, wat gebeurt er? Fuck! I had a fish on. Ik had een vis eraan. Best een mooie, sterke vis. Shit! Bij de bodem. Ja, redelijk dicht bij de bodem. Nee, ik denk het niet. Zonde gast. Nou ja, nou ja. Snel uitgooien. Weer slowjig, hè? Tuurlijk slowjig. Oh, gasten. Als je Emmerjack was geweest, had je gemerkt hoor. Die gaat meteen. Oké. Okay. Meteen. Oh, waarom schiet hij dan los? Doggies, gast. Ja? Hier? Tussen de 65. 20 meter boven de bodem. Do Dogtooth take slow jig as well? Yeah. More than fast jig. Yes? Yes. I will catch one on this rod. Two plus two is four. Minus one, that's three big mats. Jongens, dit is de plek. But this reel is so cool. Yeah. Karim had mij dus net laten zien hoe hij normaal gesproken de slow jig vist. Een techniek die ik nog niet kende, maar volgens hem super effectief was. En nu blijkt hoe effectief. Fish! Fish! Yes! Rustig aan, rustig aan, rustig aan! Je techniek voor Michael. Ja, your technique. Yes, your technique. Yes! Film maar of muziek uit. Music off, please. No, it's on there. Oh! Yes! Man, you're the man! You're the boss! Hij laat het zien in één keer! Fucking ziek, jongen! Eén keer! Hij laat dus net die techniek zien hoe hij het doet, dat kortere. Ik probeer het één keer. Try it once. One try. Oh, really close to the bottom. Hey Alec, mind is blown. Oh. Lekker grappie. Ik zal hem pakken voor. Hij zit nog best diep. Ja, dat is volgens mij ook wel een grote vis. Ik denk my mind is blown. Ik denk geen barracuda. Niet snel, hè? Ik denk iets van kroeper, koreltrout, iets in die richting. Denk ik. Ik hoop echt zo dikke dat hij een roze koreltrout vindt. Ja, dat hoop ik ook. Ik denk... Hij vecht niet heel hard. Wat doet hij? Koreltrout? Ja? Dik lang? Big one, or a medium close one. Yeah. It's pretty heavy, right? It's heavy, but it's not fighting that hard. Could be. Ah, I see color. Whoa! 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 It's so big! That's one of the biggest. Oh my god! Whoa! That's one of the biggest I've ever seen! Man! Super vet! It's kleur ook, jongen! Yes. This is very big. Oh, this is very big, man. Can you put this in the hole? Yeah. Whoa! Gast! Half a shadow. It's like trick of the size that I tested. Yes. Trick, not up. Gast, what's that? What a fish, man! It's like 3.5 kilos, for example. Ja. Dat was lustig. Wauw, Ali. Oh, wat vet, zeg. Goed hoor. Ja, wat ben ik hier blij mee, hoor. Snap ik. Oh, eindelijk vis tijdens het jiggen. Het heeft een tijd geduurd, maar slow jiggen, dat blijkt echt wel goed te zijn. Speed jiggen wil nog niet zo goed. Maar oh, wat een vis. Moontail grouper, right? Check die back. Wauw, dude. Ben je blij? Ja, gast. Ik vind het zo mooi. Dit is wel een goalsvis. Holy shit. Wauw. Ja, bizar. Echt bizar. Wil je een foto? Ja, check die tanden, joh.
Wat een vis, man. Ziek hoor. Echt heel ziek. Gefeliciteerd, maat. Ja, thanks. Nou, we zijn nu aan het popperen. En stikbeten. Popper voor Giant Trevelli, stikbeet voor Barracuda en Dogtooth. Ze hebben zij hier heel veel gevangen. Ja, Leo mist net al een aanbeten van de Giant Trevelli. Je hebt twee aanbeten? Ik heb twee aanbeten gehad, één van Barracuda, de ander weet ik niet. Maar wat ziek, joh. Vet, hè, dit? Ja, dit is wel echt heel vet. En een lijpe plek. Oh, ziek. Ja, voor niet! Echt? Op stikbeen? Nee joh! Ja, nice, dat is hem, dat wordt hem. Ja! Ja! Nee, 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 ja? Nee, 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 dat is een big one. Dat is een side. Is een big one? Yep, 20 kilo plus. Ja? Yeah? Yep. Oh, maat. Wat ziek. Hoppa! Wat maakt het? Helikopter! Maat. Hoppa. Oh, here's coming. I need someone with a glove. Ja, dat is Leo. Glove, no, don't have. Glove. En dan, je moet de staart pakken. En de leader. En dan kan je hem pakken. Jij, de veilig gasten. Oh, wat ziek. Mooie vis hoor. Wow. Big one. 20 kilo plus. Gast. Yep. It's 20 kilo GT. Oh, yep. Welcome to the booty. Oké, okay, de staart. En dan met de leader en de staart. Ja. Nou, het is not 20 kilo. Yes! Woo! Good job. Lekker. Oh. Daniel, gast. Kijk, het gaat knorren. Gast, ik ben zo jaloers. Ja, dat wil ik ook wel heel graag van. Dit is echt wel een van mijn droomvissen. Stikbeet. Wow, yo. Kijk, filmen? Ja. Filmen? Ja, zeker. 2, 1. Hoppa. Woe! Gast. Lekker hoor. Wow. Wat vet, jongen. Vind je het vet? Fucking vet. Wow. Again. Bizar. What the fuck? Wow, zijn we. Twee vissen op één hier. Hoe dan? Mooie vissen. Mooie visjes, hè? Mooi man. Lekker bezig. Ja. Nou, gooi die goud terug. Kijk dan, wat een mooi visje. What do you think it is? Montefish. Show me. Very nice, man.
I want to catch the very best. The best day ever. I hook myself in my finger and now I'm bleeding to death. Hier is 50. Wow, 50 meter diep hier. We zitten zo dicht bij de kant. Het is gewoon recht naar beneden. Harder of zo. Ja. Ga maar, probeer maar. 40 meter nu. Oh. Had je aanbeet? Ja. Oh, vis. Oh, hij had hem. Oh, hij had hem opgevangen. Ja? Ja! Klaar. En dan vloeit dit. Wat heb je? Oké, dus ik ben omhoog aan het jiggen en ik was harde slagen aan het maken. En ik doe een paar hele hoge slagen. En in één keer wil ik omhoog slaan, gunk, vis erop. Oh, diep? Heel diep. Ja, wel 15, dus het liefst 15 meters above the bottom. Oh, ik ben benieuwd, gast. Wat is het doen? Ga dan maar naar boven, wat is het? Wat is het? Oh, oh, dat is een second. Wait, wait, wait. Dit is een. Get it up, get it up. Wow. Oh. Roosterfish. Wait, wait. Het lijkt echt een rooster, ja. Dat is not a roosterfish. Black banded trevally. Wow. Wow. Not a word jacket, but it's still a very rare fish. You're so lucky. I'm afraid. Whoa! Whoa! There was another one behind it, did you see it? Really? Oh, watch out for the line. Oh, no boat. No boat. Whoa! Matt! You're getting this on video, huh? You're yes. Getting this on video, huh? Yeah. Is this special fish? Whoa! Woo! Oh, wat vet, jongen. Vet, hè? Kun je snel op een foto schieten? Ja. Ja. Super lijpe vis dit. Het is dus een Black Banded Trevally. Yes. Super mooi vis, echt super vet. Het lijkt een beetje op een Jack. Het lijkt ook een beetje op een Trevally. Ik vind het een beetje een soort leervis ook. Ja, ook een beetje op een leervis. Looks like a leervis, ja. Yeah. Super vet. Hij heeft ook die stekeltjes op zijn rug. Hij zegt een hele zeldzame vis is. Ik zag er twee. Super vette vis, echt heel mooi. Gaaf hoor. Doen jullie nog? Simon. Wanneer ga jij eentje vangen? Ik ga er straks wel eentje vangen, maar het is hier even te diep. Ik ga hem shedden en we doen hem weer niet naar 150 meter laten. Ja, het is super diep hier inderdaad. Straks als we weer op 50 meter of 60 meter komen, dan gaan we even dikker. Lekker maat. Ik weet zeker dat hij gaat komen. Even uitrusten. Even de armen rusten. Ja, het is zwaar hoor. Zo weer verpakken. Ja, als je de hele dag mee maar. Ik heb hier allemaal blaren op mijn vingers, bij mijn oksel heb ik blaren. Je wacht eens. Het is zware visserij. Aan het luisteren en een beetje aan het jiggen. En dan zakken naar de bodem, tik hem twee keer omhoog en in één keer toep, dikke dreun erop. En ja, hangen. Fucking ziek, gast. Hij zit nog heel diep, dus het duurt nog even voordat hij boven komt. Ik ben heel benieuwd wat het is. Het vecht goed, het voelt redelijk zwaar. Oh, gast. Hoop dat ze coral trout. Stel je voor. Oh ja, dat is een coral trout. Wow. I think so for sure. Yes! Wow, gast! Yes! Let's hope my first. Let's hope I know it is. It's not landed. Not landed yet. It's a big grouper. Let's wait first. Oh, I see color. I see. Moontail. Big moontail. Wow. Lekker, gast. Ah, dit is wel nice. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Het is geen korreltrout helaas. Smaller than I think it was. But... Super vet man, echt heel erg blij mee.
Wat? Vooral gewoon op de aanbetende manier waarop ik mijn ving echt super gaaf. Slowjig is leuk hè met die engel. Ja, ontzettend vet man. Zulke mooie vis ook. Hij vocht ook best wel hard. Ja, hij vocht goed deze engel man. Ik dacht dat het een grotere vis was, maar het is natuurlijk een redelijk lichte engel waarmee ik vis. Dus lekker Leo. Ja, super blij man. Super nice weer. Eindelijk weer even vis. De hele tijd visloos geweest in de drop, man. Toen Daniel die mooie... What's the name again of the fish Daniel caught? Black Banded Trevally. Een Black Banded Trevally. Trevally. En nu Leon een vis. Super tof. Might be a world record. Het zou misschien een wereldrecord kunnen zijn. Dus die van Daniel. Dus gaan we straks even wegen. Oh, chill. Zo lekker. Cooper, wereldrecord. Ja, what the fuck, joh. Maar kijk waar we zitten, gewoon midden op de oceaan, lekker weer, zonnig. En in Nederland is het koud en nat en regenachtig. Al die knappe jongens hier op de boot, dames thuis. Je mist hier wat, jongens. Je mist heel veel. Nee, dat is lekker man, geniet hier. Ja, we zijn hier eigenlijk tegen het advies van Karim ingekomen. Hij zegt, het is nu het slechtste seizoen. Dan moet je nagaan, we hebben deze visserij met het slechtste seizoen. Ja, dat is bizar. Ja. Maar hij zegt, kom terug in maart. Waarschijnlijk gaan we dat doen. Gaan we een weekend vissen. Gaan we een weekendje naar Egypte. Ik weet niet hoeveel lijn erop zit. Volgens mij wel redelijk veel. Maar... Ah, je krijgt wel binnen. Kom ik stop in het water. Heen weer. Stop in het water. Heen weer. Mijn kop houden. Heen weer. Snel, snel, snel. Dieper. Snel, snel. Wow. Maximum van die engel vragen, ja, jongen. Echt de maximum van die engel. Lekker zeg. Wat er dus gebeurde. No. Daniel die vissen een jig omhoog. En achter zijn jig kwamen dus twee van die trevellies aan. Dat zijn Black Banded trevellies. Daar heeft Daniel net ook een van gevangen. En ze bleven hier voor de boot achter onze jigs aankomen. Ik had deze lichte hengel, die stond nog in de steun. Ik ging aan het plug gaan. Dus ik pakte deze hengel. Heel snel ervoor langs en hij pakte hem. Gelijk naar beneden. Maar eigenlijk is hij net iets te lichte hengel voor deze vissen. Maar ik denk dat ik hem ook... Oh, daar zit er nog eentje. Kom, we gaan jullie bossen barra rijden. We gaan even bossen. Wow. Op het lichte hengeltje. Surtate 2500. Komt hij omhoog. Kan je hem zien? Dat moet je, dat moet je. Daan, kun je deze vissen verlanden voor mij? Nee, dat is niet. Nou, zal ik proberen te landen. Omdat hij redelijk uitgevocht is. Geef je hier hoeven staan? Ja. Hij is goed gehaakt. Oh, één haak los. Oh. Wat voor plugje is dat? Van hem, Ryuki. Oh, ziek. Wat een lijpe vis, joh. Echt super vet. Ongelooflijk dat zo'n visje, of ja, het is een best een mooi formaat vis natuurlijk, zo sterk kan zijn. Echt niet normaal. Ah, heel gaaf. Super vet, man. Wat plaatjes schieten voor mij? Ga ik zeker weten doen, maat. Fucking nice gast. Wow. Kijk dan gast. Zo groot jongen. Wat? Bye bye! Wat is de jigging? Ah, zo mooi. Echt gaaf. Zo vet van de oceaan. Die maakt elke dag wat anders mee. Elke dag verrassingen. En nu zijn het dolfijnen. En misschien is het zometeen een hele grote coral trout voor Leon op zijn lichte jig. Of een raar.
Wow! Ja! Dat ging ook hard! Dame! Kun je hoeven als een stukje terug wil zijn? Ik moet even filmen. Gaan we even deze kant op? Daan! Lekker hoor! Op het speedjig, hè? Ja, ja. Yes! Maat! Wat is dit? Ja, zo benieuwd? Hij ging zo hard, ik jongen. Amberjack. Ik denk ook Amberjack. Dan is het geen grote. Nee? Nee. Hij ging hard, jongen. Hij was hard in het begin. Boah. Fucking vet. Ik zie jou die hengel kom slaan ineens. Oh, oh, wat een beloning. Ik heb geen idee waar mijn handschoenen zijn. Wat denk je dat het is? Ja, ik vind hem niet vechten als een Amberjack. Hij schudt heel erg, kop schudden. It's really head shaking. It doesn't feel like Amberjack. Ik vind hem. Ja? Amberjack, maybe doggy. Maybe doggy. I hope it's a doggy. Oh, gast, stel je voor. It's like 11 kilos. Really? I think it's like 6. Maybe it's Amberjack, yeah, it's not a big one. Oh, dat is een light rod. Color? Color? Pretty sure it's an Amberjack. Sick! It's Amberjack. Woo! Fast yours. Gast. Komt ie. We're following it. Oh, Amberjack, no. Amberjack. Wow. Nice one. Amberjack. Nice one. Een kleintje hoor. Nice. Mooie vis, man. Kom maar. Hebben? Lekker! Yes! Woo! Wow! Maat. Fucking vet, jongen. Goed gevecht. Super sterk. It's hard for this for you. Hoe is het? Dat is alles gevangen, maar blijft een spectaculaire vis. Echt knijt is blij mee. Hoe diep had je hem dan? Ja, halverwege. Deze vis heet een Amberjack en dat kan je zien aan, zijn naam heeft eigenlijk te danken aan deze streep, een amberkleurige streep. Die loopt vanaf zijn kop naar zijn staart over zijn zijlijn. En dat is ja, super herkenbaar. Wauw jongens, wat een vis. Heerlijk. Thanks Karim. My pleasure bro. Good guiding. Thank you. Very good guiding. On a tough day like this, we were searching a lot and we found some and we had 3 bites within 10 minutes. And we still have some time left. Yeah. Yeah. What a nice fish. Vet! Nou jongens, we zijn alweer onderweg terug, maar we zijn nu nog bij dat stuk rif waar Daniel zijn hele mooie GT heeft gevangen. Dus we gaan het nog 1 keer proberen. Oh. Leon had nog een aanbeet gemist, dus we weten dat er meer zitten. Maar dat moet ook wel. Er zit in ieder geval nog eentje. Er zit in ieder geval nog 1. Inderdaad. Dus we gaan het zien. Jeet hem erin. Oh. Die staat erop. Hij gaat wel mooi door. Can I get a... Hoia! Hoia! Daniel. Ja. Je moet even een kusje geven aan mijn poppen voor de laatste volg. Inshallah. Oh nee, alhamdulillah. Een breedje praatje. Ken ik? Dat hebben we geleerd. Lekker. Gast. Kom op. Nee, maakt niet uit. Trickshot. Kom op. Vlam. Hoppa, wat een worp. Naast elkaar met die poppers. Naast elkaar. Kom op, Joyce. Kom op, boys. 3 haasjes naast elkaar. Kapukula. Ai. Breedje die Manu. Ai. 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 Hoi. Ai, joh. Laatste worp. En nu echt. Leon, ik wil even iets links voor je gooien. Ik maak dezelfde worp. Toen je in mijn booty was? Ja. Was ik maar.
Nou jongens, wat een vette dag. Ja, het was voor mij niet heel goed. 1 vis gevangen, maar wel gewoon lekker weer actief bezig geweest. Ik hou hier echt ontzettend van. De popperen, nou, Daniel, hele lijp vissen, Amberjack en een dikke GT. Super cool. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Volgende video zien jullie weer op Daniels kanaal. En dan zie ik jullie volgende week. Nou, we zijn bij een restaurantje, letterlijk daar is onze boot. Het is een restaurant in de haven. We zijn hier naartoe gelopen en we gaan vragen of we wat vis mogen geven. Ja. En mogen opeten. Oké. So can we make a deal that we give you guys 2 fish to cook for us? Sure. And 1 fish? Yeah, for the restaurant. For the restaurant. And we buy the drinks. And we buy a lot of drinks. Yes, thank you. And we pay for the food with the fish. Deal, sounds good. Nice. Look, we have a really nice gold trout. Really nice. What's the name trout. Of this? Gold trout. Goldfish. Goldfish. Yes. No, it's a grouper. Please. Thank you. So thank much. You. Hmm? Yes. Zo, dus we gaan even lekker smikkelen, boys. Ja, zeker. Een zelfvervangen visje en dan nu goed klaargemaakt. Ik ben benieuwd, man. Ja, ik hoop dat ze het goed klaarmaken. Denk het wel. Gaan we zien. Maar ik denk dat het een lekker restaurant is. Hey Simon, heb je trek in je eigen in het zelfvervangen visje? Oh, ze hebben lekker desperadosjes. Desperadraak ook? Daar heb ik zin in. Desperessa los. Dat is goed. Nou jongens, proost. Proost. Proost, grapjes. Op een taaie, maar wel vette dag. Ja, GT, Amberjack en een grote roodstaar weer gewoon. Volgende video zien jullie weer op Daniels kanaal. Vergeet trouwens niet even te liken, te reageren en te abonneren. Oh, lekker Leon! Simon! Hey! Oh jongens, dit ziet er goed uit hè? Super nice. Ik ben heel benieuwd naar die vis. Eet smakelijk en tot de volgende.